Het NK Dressuur in Hoofddorp ging niet alleen om de Nederlandse titel, het was ook een observatiewedstrijd voor de Olympische Spelen. Maar dat viel een beetje in het water door slechte weersomstandigheden en ook onverwachte tegenvallende prestaties. Daarover zo meer, eerst naar de winnaar van het NK. Edward Gal bleek op het NK de meest constante factor. Hij stond op dag 2 met 3 paarden in de top 3. Voor de kuur op muziek koos Gal uiteindelijk de onervaren undercover. En dat was een goede keuze, want deze combinatie won met 83,6% het laatste onderdeel en werd dus met overmacht Nederlands kampioen. Al mijn 3 paarden hebben super gelopen. Ik mocht natuurlijk maar 1 rij in de kuur. En ja, heb ik gewoon gekozen voor het paard wat het hoogste stond. En blijkbaar was dat een goede keuze. De ervaren combinatie Anki van Grunsven en Salinero kende de eerste 2 dagen veel problemen. Het gevoel tussen paard en Amazone leek weg. Maar in de kuur op muziek kwam het tweetal ijzersterk terug met een score van 82,9%. Goed voor een 2e plaats en een zilveren medaille op het NK. Ja, ik was ook denk ik te onzeker. Ik wist niet goed waar ik naartoe moest. En vandaag heb ik gewoon, ik had gewoon het gevoel weer terug. En op de een of andere manier, ja, bij mij als het spannend wordt, lukt het meestal beter. En ik kan het eigenlijk op dit moment niet goed verklaren. Maar het paste gewoon. Achter van Grunsven werd Patrick van der Meer verrassend 3e met zijn Oezo. Imke Schellekes Bartels eindigde op plaats 4. Haar toets had veel last van het slechte weer op de 2e dag van het NK, maar wist zich in de kuur op muziek te herpakken. Gisteren was echt een gewoon hele moeilijke dag, vooral ook voor Hunter Douglas Toets en natuurlijk ook voor veel anderen. Maar dat geeft geen vertrouwen en ik had vandaag wel even nodig, zeg maar, om het vertrouwen terug te krijgen. En het ging goed, het moet beter, maar ik was voor vandaag toch even wel weer opgelucht en heel erg blij met hem. Edward Gal was dus de grote man van het NK en maakt dus een goede kans op deelname aan de Olympische Spelen met de onervaren undercover. Ja, we zullen het zien, maar mijn gevoel, hij geeft me een ontzettend goed gevoel. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar goed, het moet allemaal nog wel gebeuren. En ik zeg, hij is zo onervaren, dus ja. Maar ik heb in ieder geval een heel, heel, heel goed gevoel over. Naast de op het NK afwezige Adelinde Cornelissen maken ook Schellekes Bartels en Anki van Grunsven nog altijd kans op deelname aan de Spelen. Rotterdam en Hoofddorp zijn eigenlijk echte observatiewedstrijden. Maar als we er dan nog niet uit zijn, dan kunnen Aken nog altijd inlassen als laatste concours om nog een keer te kijken. Maar in principe niet. Maar ik ben bang van wel. Ik moet gewoon een paar tandjes bijzetten, wil ik meegaan. En over 10 dagen is Rotterdam weer. Dus we hebben niet zo heel veel tijd meer, maar we gaan vol gas geven. Voor mij was het best wel een emotionele achtbaan de laatste paar dagen. Waarin ik alle kanten gedacht heb van een huis en wel en niet en wel en niet. En vandaag dacht ik, ik ga niet meer verder denken. Ik pak pluk de dag. Ik denk dat op dit moment het beste is. Je zei van ieder half uur denk ik er anders over. Op dit moment denk je even helemaal niks dus. Zero.